Dames en heren, hij heeft in onze partij al een lange staat van dienst. Zo was hij in 2004 al een eerste keer Vlaams parlementslid en werd hij dat opnieuw in 2009, 2014 en 2019. In 2018 kon hij als lijsttrekker hier in Brugge ons aantal gemeenteraadsleden verdubbelen. In het Vlaams parlement wordt hij als voorzitter van de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding alom gewaardeerd. Minister Zuhal Demir, met wie hij soms wel eens openlijk van mening durft te verschillen, spreekt zijn familienaam stevast op zijn Frans uit. Maar in de stad van de Brugse Metten en van Schild en Vriend doen wij dat liever op zijn Vlaams. Dames en heren, graag uw applaus voor uw gast hier vandaag, de steun en toeverlaat van de Vlaamse landbouwers, Vlaams parlementslid Stefaan Sint-Aubin. Wat een beeld, wat een plaatje en wat een massale opkomst hier op deze prachtige locatie hier in Brugge. Bedankt voor uw komst. Dames en heren, beste vrienden, beste Vlaams nationalisten, beste Vlaams belangers, welkom in de stad van Jan Breydel en Pieter de Koning. Welkom in de stad van de Brugse Metten met zijn beruchte kreet Scheld en Vriend. Welkom in de mooiste stad van Vlaanderen, welkom in Brugge. Het is voor mij een bijzondere eer om u hier te mogen verwelkomen op deze nationale sporenviering. En ik wil trouwens het partijbestuur bedanken om deze locatie te hebben uitgekozen voor ons 11 juli feest. Vrienden, de strijd in 1302 is gestreden en werd gewonnen. Sinds enige tijd voert de partij echter een nieuw gevecht, een gevecht voor onze Vlaamse landbouwers en hun gezinnen. Beste mensen, als nationalisten is het onze plicht om de kant van onze landbouwers te kiezen. Landbouw, milieu en natuur kunnen perfect samengaan, maar we blijven ons verzetten tegen dolgedraaide, waanzinnige en onhaalbare Europese dogma's. Eurofiele figuren zoals Verhofstadt en Timmermans bedreigen onze Vlaamse welvaart en onze samenleving. Dus ja aan Europa, nee aan deze Europese Unie. En mag ik van de gelegenheid gebruik maken om van hieruit, vanuit Brugge, Nederland is hier niet zo ver vanaf, om mijn steun, om onze steun toe te zeggen aan de Nederlandse boeren. Ik roep hen dan ook op om vreedzaam verder te protesteren tegen de onzalige beslissingen van hun regering. En aan minister Demir, die zo pas werd vernoemd, aan minister Demir zeg ik klaar en duidelijk: stop met leugens en foutieve informatie te verspreiden over onze landbouwers. Stop met de landbouwers te bashen. Stop met onze landbouwers te stigmatiseren. Uw leugens schaden het imago van een ganse sector. Met uw stikstofakkoord zet u trouwens direct en indirect honderdduizenden jobs op het spel. U weigert zelfs een studie te laten uitvoeren naar de socio-economische impact van dit stikstofakkoord. Een ware schande. Mevrouw Demir, toon nu eindelijk eens respect voor onze hardwerkende landbouwers. Beste vrienden, ik kan u beloven dat de partij alles in het werk zal stellen om het stikstofakkoord fundamenteel te laten wijzigen of zelfs volledig van tafel te laten vegen. Landbouwers,
En vooral jonge landbouwers hebben nood aan rechtszekerheid, aan een perspectief voor de toekomst, voor henzelf, hun gezinnen en hun kinderen. Ik garandeer u, het Vlaams Belang koos gisteren, kiest vandaag en zal in de toekomst steeds de kant van de landbouwers en hun gezinnen kiezen. Ik roep de Vlaamse regering dan ook op om onze Vlaamse landbouwsector te koesteren in plaats van kapot te maken. Minister-president Jan Bon, uw Vlaamse regering zou beter het grote belang van de landbouw voor onze economie en onze voedselvoorziening belichten. Roep uw minister De Meer tot de orde en ondersteun een positief imago voor onze Vlaamse landbouwsector. Beste Vlamingen, vandaag en morgen moeten we tonen dat we fier zijn op ons volk. Fier op Vlaanderen. Vandaag en morgen herdenken we de mensen die ons zijn voorgegaan in hun strijd. Een strijd tegen overheersing en onderdrukking. Vandaag en morgen vieren wij onze nationale feestdag, maar daarna gaan we opnieuw aan de slag en zetten we onze huldensporenstrijd verder. Deze keer niet tegen de leliaards, maar tegen de vervreemding, de verloedering, de onveiligheid, de verpaupering, de islamisering, de woke-cultuur en uiteraard tegen het stikstofakkoord. Vlaams Belangers, vanaf dinsdag strijden wij opnieuw voor ons Vlaanderen. Vanaf dinsdag strijden wij opnieuw voor ons volk. Vanaf dinsdag strijden wij opnieuw voor eerst onze mensen. Dank u wel. En dan mag ik nu onze fractieleidster in de Kamer graag aankondigen, Barbara Pas. Waarde toekomstige Vlaamse landgenoten. Het doet mij plezier u allen in dit prachtige, pittoreske Brugge te mogen begroeten. De stad waar in 1302 de gebeurtenissen plaatsvonden die uiteindelijk hebben geleid tot de Guldensporenslag. Hier kwamen in de nacht van 17 op 18 mei de klauwaards in opstand tegen de patriciërs en de Franse soldaten. De gezant van de Franse koning, gouverneur Jacques de Châtillon, werd verjaagd. De Bruggenette, u kent het allemaal. En door toedoen van zowel Hendrik Conscience als van een goede collega van mij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers is de scherm schild en vriend tot vandaag nog lang niet vergeten. Er is dan ook geen betere locatie dan de stad van Jan Breydel en Pieter de Koning om jullie Vlaams vuur voor te stellen. Een groots project dat ervoor moet zorgen dat de communautaire zaak opnieuw en deze keer definitief in de kijker komt. België is onwerkbaar. België is op. België hangt enkel nog aan elkaar met spuug en spinnendraad. Wallonië en Vlaanderen die hebben totaal andere behoeften. En het is nu, na een communautaire stilstand, meer dan ooit tijd om die Vlaamse autonomie op de politieke agenda te plaatsen. Als enige Vlaams Nationale Partij die naam waard, is het aan ons om vurig op te komen voor Vlaanderen en het vuur, de passie voor Vlaanderen, blijvend aan te wakkeren. En voor alle duidelijkheid, beste vrienden, Vlaams vuur dat heeft dus niets te maken met het liberaal vuur waar Open VLD-voorzitter Egbert Lagaard het onlangs over had. Dat is ondertussen ook al lang vergeten. Dat liberaal vuur, dat dient bij de Open VLD enkel om de eigen principes mee op te stoken. Maar ons project, Vlaams vuur,
Dat is eerder iets als een Olympisch vuur. Het gaat ons om een stevig, aangewakkerd, blijvend vuur. Wij willen en zullen de Vlamingen overtuigen van het alternatief voor het uitgeleefde België. En we zijn er eigenlijk al mee gestart. Met een massaal bijgewoonde sporenviering vandaag. Met leeuwenvlaggen die al aan tienduizenden Vlamingen werden bezorgd. Er komt een website, er komen brochures. En in het voorjaar van 2023 zal het uitmonden in een groot communautair congres. En over 2 maanden breng ik een boek uit dat ik samen met oud-Vlaams parlementslid Lode Vreek aan het schrijven ben. Een boek dat eigenlijk in de categorie misdaad thuishoort. Want het gaat over een miljardendiefstal, over de transfers. Beste vrienden, in deze economische barre tijden, waarin vele Vlamingen hun winkelkar, hun naftbak niet meer kunnen vullen en een energiefactuur al zeker niet meer kunnen betalen, is een overdracht van publieke middelen waar niets tegenover staat, totaal onverantwoord. Wij kunnen niet en Vlaanderen en Wallonië onderhouden. We hebben niet voldoende om aan elke Belg, om dat vies woord te gebruiken, te geven. Het doet mij denken aan Abraham Lincoln. Die zei ooit dat hij eindelijk wel iets had om aan elke Amerikaan te geven. Maar toen lag hij met de mazelen in bed. In een interview met onze goede vrienden van Humo wisten de PS-kopstukken Paul Magnet en Thomas Dermin onlangs te vertellen dat de geldstromen uit Vlaanderen naar hun landsgedeelte, dat die verwaarloosbaar klein zijn. Kan iemand mij dan eens uitleggen waarom onze Waalse vrienden dan zo halstarrig blijven vasthouden aan die verwaarloosbare transfers? Ik weet niet op welke planeet Magnet en Dermin leven, maar op de planeet Aarde zijn die transfers gigantisch. Sinds N-VA de minister-president van Vlaanderen levert, eerst Geert Bourgeois, vandaag Jan Jambon, is er in het Vlaamse regeerakkoord van een ambitie tot afbouw van die transfers geen enkele sprake meer. Vlaams Belang heeft die ambitie wel. Wij moeten voor eens en altijd af van die georganiseerde diefstal. En dat kan ook lukken met fiscale autonomie, met afschaffing van die bijzondere financieringswet, met een splitsing van de sociale zekerheid. En die sociale zekerheid splitsen, goede vrienden, daar kan u vandaag allen zelf al mee beginnen door u lid te maken van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds. Beste vrienden, we zullen de transfers op de agenda plaatsen. Maar in de burgerbevraging van de ministers van institutionele hervormingen, Annelies Verlinde en David Clarenval, mocht er zelfs geen vraag over gesteld worden. Volgens Verlinde zijn vragen over de transfer zogezegd te ingewikkeld om ze aan de burger voor te leggen. Wat een onzin. Wellicht achten ze de burger ook veel te dom om te oordelen of zij zelf in het parlement kon terechtkomen en nam ze daarom niet deel aan de verkiezingen. Maar de waarheid is uiteraard dat er aan de volgens de Walen nogthans verwaarloosbare transfers niet getornd mag worden. En om die reden werd ook de vraag naar de politieke rol van de koning gewoonweg gecensureerd. Die burgerbevraging mogen we zonder overdrijving de grootste flop uit de naoorlogse geschiedenis noemen. Samen met het Zilverfonds van Van den Broeke misschien. Het hoort thuis in het blunderboek dat het Rekenhof jaarlijks uitgeeft. Meer dan 2 miljoen werd weggesmeten aan die vragenlijst. Van het doelpubliek van ruim 8 miljoen mensen hebben amper 14.500 een begin gemaakt van antwoorden. Dat is €145 per persoon. Ze hadden er beter mee gaan tanken. En de totale mislukking, de totale afgang, door Clarenval een groot succes genoemd, dat is nog niet eens het ergste. Nu gaat een of ander bureau, dat op dit ogenblik zelfs nog niet eens gevonden is, die weinige antwoorden analyseren.
Men gaat nu op basis van gestuurde antwoorden van een niet relevant aantal mensen zogenaamd een beleid ontwikkelen. Verlinde noemde die burgerbevraging aanvankelijk een hoogmis voor de democratie en een antwoord op de achterkamertjespolitiek. Het is een antwoord op de democratie en een hoogmis van de achterkamertjespolitiek geworden. Een rookgordijn om de mensen wijs te maken dat ze inspraak zouden hebben. De niet verkozen Verlinde zal het allicht niet beseffen, maar er bestaat al een burgerbevraging die wel relevant was. De verkiezingen. Dat al diegenen die een mond vol hebben van politieke vernieuwing eens beginnen met daar rekening mee te houden. Beste vrienden, die burgerbevraging is slechts een symptoom van een ziekte. De hoogmis van Verlinde is niets anders dan een onwelriekend, etterend absces. Het is een uiting van een veel dieperliggend probleem. Namelijk het feit dat België geen democratie verdraagt. België is een land waar grendelmechanismen ervoor zorgen dat de Waalse minderheid aan de Vlaamse meerderheid haar wil kan opleggen. Waar een rechtsstemmend Vlaanderen steeds een links beleid krijgt. Waar de grootste partijen door dwergpartijtjes aan de kant worden geschoven. En waar een aanzienlijk deel van de Vlaamse bevolking door een cordon sanitair zonder meer wordt buitengesloten. En waar de regimepers de grootste partij nauwelijks aan het woord laat. Die karper uit de Blaarmeerse heeft eigenlijk nog geluk. Die moet het allemaal niet meer meemaken. Beste vrienden, terwijl de maatschappelijke problemen verergeren, wordt loon nergens meer belast dan in België. Zijn onze pensioenen bij de laagste van Europa. Behalve de naam van de regering en de prostituee van de kro, is ook de Belgische begrotingstoestand Italiaans. En Vivaldi doet niets. Ze zijn het niet officieel, maar in de praktijk zijn zij een regering in lopende zaken. Er gebeurt niets. Ieder is met zichzelf bezig met overleven. Maar ik overdrijf. Net zoals in de kwantumfysica is niets niet volledig leeg. Soms gebeuren er wel noemenswaardige zaken. Er wordt een tand van vermoedelijk Lumumba teruggegeven aan Congo. Regeringspartijen betogen tegen het eigen regeringsbeleid. Criminelen krijgen zodanig veel strafkorting dat het de moeite niet meer is om ze nog op te sluiten. En er worden op kosten van de belastingbetaler actief IS-terroristen uit Syrië gerepatrieerd en uit Iran geruild. Maar voor de Vlamingen doet Vivaldi niets. Voor de Vlamingen gedragen de paarsgroene excellenties zich als wassenbeelden van Madame Tussaud. Of het nu gaat over pensioenhervorming, koopkracht, concurrentievermogen, fiscale hervorming, er beweegt helemaal niets. En op communautair vlak beweegt er uiteraard ook niets. Er zijn geen N-VA-regeringen nodig voor een communautaire stilstand. De weinige communautaire beloftes in het regeerakkoord, die blijven dode letter. Van de beloofde voorbereidingen voor een volgende institutionele hervorming, daar kwam nog niets van in huis. Van het beloofde asymmetrisch arbeidsmarktbeleid, evenmin. Behalve het aantal kabinetaars uitbreiden, werd geen enkele maatregel genomen om die beloofde 80% werkzaamheidsgraad te bereiken. De enige arbeidsmarkt die de kro interesseert, is de internationale arbeidsmarkt voor uitgerangeerde Belgische premiers. Vrienden, de stilstand van Vivaldi illustreert dagelijks dat op het Belgische niveau, waar de Vlamingen niets zelf kunnen beslissen zonder instemming van de Franstaligen, niets meer lukt. In het schijnfederale België kan Vlaanderen zijn meerderheidsrechten niet doen gelden. Zelfs niet om datgene te realiseren wat overal ter wereld als een gerechtvaardigd recht van elk volk wordt aanzien. Volledig zelfbestuur. Alleen een volledige Vlaamse onafhankelijkheid, u weet wel, punt 1 van de N-VA-statuten, kan een uitkomst bieden
voor het gerechtvaardigde vrijheidsstreven van het Vlaamse volk. Als wij willen dat de belastingen en de parafiscale lasten die de Vlamingen betalen in de eerste plaats dienen om de belangen te dienen en de sociale problemen op te lossen van die Vlamingen, dan moeten wij soeverein over onze centen kunnen beschikken. Als wij willen dat de overheid de immigratiekranen, gezinsherenigingen, misbruiken van politiek asiel en kranen van illegale inwijking dichtdraait, dan moeten wij soeverein over onze grenzen kunnen beslissen. Als wij willen dat de overheid de belangen van het Vlaamse volk dient en niet omgekeerd, als wij willen dat die overheid van de Vlamingen echt de overheid van en voor de Vlamingen wordt, dan moeten wij werk maken van een soevereine Vlaamse staat. Laat dat onze duidelijke 11 juli boodschap zijn. Ik dank u. Dames en heren, hij was de jongste partijvoorzitter ooit in dit land en bracht het Vlaams Belang in enkele jaren tijd tot wat het nu is. Veruit de populairste, om niet te zeggen allerpopulairste partij van Vlaanderen. Maar op zijn lauweren rusten doet hij niet. En stilstaan, zoals N-VA'ers dat bijvoorbeeld op communautair vlak zo graag doen, dat staat niet in zijn woordenboek. Ondertussen heeft hij zich al veel hogere doelen gesteld en wordt ten volle gefocust op de voor Vlaanderen zo belangrijke verkiezingen van 2024. Dames en heren, graag uw applaus voor de voorzitter die iedere partij ons benijdt, Tom van Grieken. Beste vrienden, beste Vlaams Belangers en vooral op een dag als vandaag, beste Vlamingen. U hoorde al net van Barbara Pas dat we het startschot hebben gegeven voor ons Vlaams Belangproject Vlaams Vuur. We gaan het communautaire nog wat meer aanwakkeren. We hebben op amper een kleine maand 26.000 leeuwenvlaggen bezorgd aan moedige en trotse Vlamingen. We hebben een politiek traject uitgewerkt dat moet uitmonden in één groot Vlaams congres. En we maken, omdat Vlamingen ook Bourgondiërs zijn, van onze prachtige sporenviering een jaarlijkse traditie. Ieder weekend voor 11 juli gaan we samenkomen en gaan we de wereld laten zien dat wij trotse Vlamingen zijn. En die trotse Vlamingen, beste vrienden, en die trotse Vlamingen, beste vrienden, die zijn hier vandaag massaal aanwezig. En die zijn strijdvaardig. En u weet, ik doe soms al eens iets op sociale media. En omdat we hier vandaag met meer dan 1200 mensen zijn, stel ik voor dat we eens voor mijn sociale media eens heel hard applaudisseren en met de Vlaamse leeuwenvlaggen zwaaien. Voilà. Zo'n applaus ga ik zelfs niet op het einde van mijn toespraak krijgen. Goed. Beste vrienden, beste Vlamingen, wanneer we hier staan op onze sporenviering om de slag der gulden sporen te herdenken, dan staan we hier natuurlijk niet alleen om dat historisch feit dat een Vlaams voetleger in 1302 tegen het machtige, schijnbaar onverslaagbare Franse ridderleger dat die de pan hebben ingehakt. Nee, beste vrienden, de betekenis van 11 juli is veel groter dan dat geschiedkundig aspect. Wanneer we hier samen staan, dan is er iets groter dat ons bindt. Iets dat ons eigen belang overstijgt. En dat iets, beste vrienden, is de essentie van onze politieke strijd. Datgene wat ons bindt, is het feit dat wij deel uitmaken van hetzelfde volk, een Vlaams volk en vooral ons volk. En beste vrienden, APPLAUS
Beste vrienden, laat u niet wijs maken. Geloof niet wat de tegenstanders schrijven en zeggen. Geloof hun leugens niet. Wanneer we hier samen staan, dan staan we hier niet uit haat voor het vreemde of het onbekende. Nee, integendeel, uit liefde voor het eigene. Net zoals een moeder van haar kinderen houdt, zo houden wij Vlaams nationalisten van ons volk. En ja, dat volk, ik weet het, het is niet perfect, dat weten we ook. Maar beste nationalisten, we hebben geen ander volk en ik zou er geen ander willen hebben. Ik hou er onvoorwaardelijk van en dat is het fundament van onze ideologie. Vlaams nationalisme is pure liefde voor ons volk. Beste Vlamingen, beste trotse Vlamingen, wij geloven dus dat er iets meer is dan die pensée unique. Wij geloven dat er meer is dan de keuze tussen een egocentrisch liberalisme en een zieloos socialisme. Wij geloven dat er meer is dan enerzijds de liberale dogma's, dat er alleen maar individuen zijn. En anderzijds de socialistische doctrine, dat mensen enkel op te delen zijn op basis van hun sociaal-economische status. Gewoon vandaag de dag het woord volk in de mond nemen, in tijden van politiek correctheid en woke waanzin, is al voldoende om verdacht gemaakt te worden door diezelfde goedmensen. Trouwens terzijde, wanneer die goedmensen op vakantie gaan, dan die goedmensen die gruwelen als ze de term Vlaams volk horen, wel, die reizen wel blijkbaar heel de wereld af om culturen, en hou je vast, volkeren te bezoeken, die dan, hou je nu helemaal vast, zo authentiek en zo puur mogelijk moeten zijn. Maar opkomen voor een concept als volk, een Vlaams volk, hier in de Lage Landen, geen denken aan, te zot voor woorden zijn die goed mensen. Wij komen wel op voor onze identiteit en ons Vlaams volk. Onze tegenstanders, die globalisten, die willen eigenlijk in hun eigen land iedere vorm van identiteit weg. Ze willen het kapot maken, want het staat in de weg van hun internationale maakbaarheids-eenheidsvisie gebaseerd op economische aannames. Net zoals dictators helemaal geen mensen met sterke karakters en een sterke wil willen, zo willen globalisten helemaal geen volkeren met een sterke identiteit en een sterke volkswil. Alles wat ons volk dus verbindt, moet volgens hen kapot. De globalisten hebben ons de oorlog verklaard op alle mogelijke fronten. Alles wat ons verbindt als volk, een gemeenschappelijke taal, een gemeenschappelijke cultuur, een gedeeld grondgebied en zelfs een gezamenlijke geschiedenis, moet vernietigd, uitgeveegd en zelfs herschreven worden. Onze taal moet bijvoorbeeld kapot. Je mag niet meer zeggen, je mag niet meer spreken over blanken, je moet spreken over witte. Je mag niet spreken over allochtonen, want dat is kwetsend. Noem een illegaal geen illegaal. Nee, dat is een transmigrant. En owee, als je durft zeggen dat er alleen maar mannen en vrouwen bestaan, dan gaan ze helemaal loco. Ook onze cultuur. Ook onze cultuur moet kapot. Kruisjes uit rechtbanken moeten weg, kerststalletjes moeten weg, kerstmarkten moeten wintermarkten worden. Maar hoofddoeken, dat is geweldig, dat moet je overal hebben. Ook achter het loket. Onbegrijpelijk, die onvoorstelbare zelfhaat. En ook het concept, ik heb een gemeenschappelijk grondgebied, daar heeft ook een volk. Ook het concept grondgebied moet kapot gemaakt worden en zo vaag mogelijk worden gedefinieerd. Grenzen moeten wagenwijd open, burgerschap moet uitgehold worden en soevereiniteit afgeschaft. En last but not least, omdat we hier vandaag ook een historische slag herdenken, moet onze geschiedenis aangepast worden. Standbeelden moeten blijkbaar weg, straatnamen moeten blijkbaar hernoemd worden en historische personages in films moeten plots er exotisch uitzien. Daarom zeggen wij hier vandaag en klaar en duidelijk, niet met ons. Vlaams Belang werpt zich op als de verdediger van onze Vlaamse identiteit. Blijf mee fikken van onze tradities, onze cultuur en onze geschiedenis. Maar beste vrienden, beste Vlamingen, de meest fundamentele, de meest efficiënte manier om ons volk kapot te maken
is door ons de samenstelling van ons volk fundamenteel en onomkeerbaar te veranderen door massamigratie. En begrijp me niet verkeerd, immigratie is van alle tijden. De Vlaming van 1302 is niet de Vlaming van 2022. Maar wat we de afgelopen decennia hebben meegemaakt is een ongeziene en ongecontroleerde massamigratie die alleen maar zal leiden tot de verdere omvolking van grote delen van Vlaanderen. We zingen, en straks na afloop zingen we in ons volkslied wel een volk zal nooit vergaan, maar dat is niet waar, beste vrienden. Nu al is 1 op 3 Vlamingen van vreemde afkomst. De afgelopen 5 maanden kwamen er in minder dan 15.000 asielzoekers naar ons land. Een nieuw record sinds 2016. Onze legerkazernes worden opnieuw omgebouwd tot opvangplaatsen voor asielzoekers. De opvangcapaciteit van Hotel België, hou u vast, is nu al opgetrokken tot 31.000 plaatsen en die zijn permanent volzet. En nog is het niet voldoende voor deze Vivaldi-regering. Ze trekken het astronomische bedrag van 680 miljoen euro uit, enkel voor asiel alleen. En dan, beste vrienden, dan keert mijn maag dat er voor Vivaldi wel geld is voor de opvang van asielzoekers, maar geen geld is om de prijs aan de pomp naar beneden te krijgen. Dan keert mijn maag, beste vrienden. Dan keert mijn maag, beste vrienden, dat er wel geld is om massaal immigratieambtenaren aan te trekken, maar er geen geld is om de koopkracht van onze mensen te versterken. Dan keert mijn maag dat er blijkbaar wel altijd voldoende geld is om het OCMW van heel de wereld te spelen, maar er geen geld is om energiearmoede in eigen land aan te pakken. Het probleem in dit land, beste vrienden, is niet dat we te weinig opvangplaatsen hebben voor asielzoekers. Het probleem is dat er te veel asielzoekers zijn. De immigratiekraan moet toe en we moeten zorgen voor onze eigen mensen eerst. Beste nationalisten, het is misschien raar om te zeggen hier in het stralende zonnetje in het mooie Brugge, maar de realiteit is dat er veel Vlamingen een heel koude en barre winter wachten. Dat er op het einde van het jaar, met kerst en nieuwjaar, voor veel Vlamingen niet veel te vieren zal zijn. Nu al kampt 35% van de Vlamingen met woonarmoede. Een record aantal mensen staan aan te schuiven bij de voedselbank. En het gemiddeld gezin zag zijn energierekening meer dan verdubbelen op 1 jaar tijd. Daarom is voor het Vlaams Belang het onbegrijpelijk dat we ieder jaar nog miljarden van Vlaanderen en Wallonië versessen. En daarom leggen we ook de oude, maar nog steeds actuele eis op tafel om de transfers van Vlaams geld naar Wallonië onmiddellijk te stoppen. Zeker, beste vrienden, in economisch moeilijke tijden is het niet het moment om Sinterklaas te spelen voor heel de wereld. Zeker in economische tijden is het van cruciaal belang dat het Vlaams geld in Vlaamse handen blijft en komt toe aan Vlaamse mensen. Maar, beste Vlamingen, beste nationalisten, ons nationalisme is meer dan centennationalisme. Wij willen geen eigen Vlaamse staat, omdat het nu toevallig economisch beter uitkomt. Wij willen een eigen Vlaamse staat, omdat het de beste garantie is om ons volk te beschermen. Vroeger werden er weliswaar tegen een zeer hoge prijs nog stappen gezet richting meer autonomie, maar de afgelopen 20 jaar heeft wat alles stilgestaan. De les die we uit de vorige legislatuur moeten trekken, is dat een N-VA die in de federale regering zit, het communautaire in de diepvries wordt gestoken en het status quo domineert. De les die we nu al uit de huidige legislatuur kunnen trekken, is dat met een N-VA die niet in de federale regering zit, maar wel met traditionele partijen in de Vlaamse regering zit, ook tot communautaire stilstand leidt. Om het nog eenvoudiger samen te vatten, wanneer de N-VA in een federale regering zit, gaan de Vlaamse eisen de koelkast in. Wanneer de N-VA niet in een federale regering zit, gaan ze ook de koelkast in. De strategie van Jan Bon en Bart de Wever, de strategie van de N-VA, heeft gefaald. Het is tijd voor een andere en betere strategie. APPLAUS
Beste Vlamingen, het wordt helemaal potsierlijk wanneer de N-VA nu terugkomt opdraven met het confederalisme. Wanneer ze komen met de belofte, gelezen in ieder artikel, dat er in 2024 gaat er wel een communautaire omslag komen. Maar wie gelooft dat eigenlijk? Gelooft de Wever dat nog? Belangrijker nog, gelooft hij zelf dat nog? Wanneer hij in 2014 met 33% van de stemmen en geen PS in de regering nog geen confederalisme kon afdringen? Waarom zou zijn strategie van 2024 dan wel lukken met nog minder stemmen en met een PS die in de regering zit? Het is pijnlijk, bijzonder pijnlijk, om als Vlaams nationalist te moeten vaststellen dat het confederalisme van de N-VA eigenlijk de grootste politieke leugen is van de afgelopen 10 jaar. Er is in de verste verte geen 2/3 meerderheid te vinden voor dat confederalisme van de Wever. Niet bij de Waalse liberalen van Boucher, niet bij de Vlaamse liberalen van Lagarde. Er is geen confederale wil bij de socialisten van Rousseau en zelfs niet meer bij de Waalse socialisten van Magnet, die recent publiekelijk de N-VA-piste afschoot. Dus, beste nationalisten, de conclusie is duidelijk. Wanneer Vlaams nationalisten, en dat zijn wij, de ambitie hebben om alsnog voor meer autonomie voor Vlaanderen te gaan, dan zal het enkel met het Vlaams Belang kunnen plaatsvinden. Enkel onze strategie is realistisch en haalbaar. Wanneer er in 2024 een V-meerderheid zou zijn, dan mag dat geen hefboom zijn om België te redden, zoals minister-president Jan Bon voorstelt. Het mag geen middel zijn, die V-meerderheid, om zo snel mogelijk N-VA-ministers minister te maken in een regering door de PS gedomineerd. Wel in tegendeel, wanneer er in 2024 een V-meerderheid zou zijn, dan moet die dienen om België te ontmantelen. Allen hebben ze het al geprobeerd. Verhofstadt, Le Terme, De Wever, alle drie hebben ze Vlaanderen verleid met een Vlaams en rechts programma, om daarna de verkiezingen exact het omgekeerde te doen dat ze hebben beloofd. Alle drie hebben ze geprobeerd België te redden, maar alle zijn ze gefaald. En dat is best logisch, beste vrienden, want België valt niet meer te redden. Zelfs iedere blinde ziet het. België is immers zelf het probleem. En Vlaanderen, beste Vlaams nationalisten, Vlaanderen, dat is de oplossing. Vlaanderen, dat is de toekomst. Beste vrienden, daarom rond ik af met een boodschap aan de minister-president Jan Bon. En ook als ik nog 5 minuten langer spreek, dat ik helemaal ben weggesmolten. Beste Jan Bon, verander nu toch eens het geweer van schouder. Nu de PS het confederalisme heeft afgeschoten, kies nu toch samen met het Vlaams Belang voor die eenzijdige soevereiniteitsverklaring in 2024, zodat we samen werk kunnen maken van een ordelijke boedelscheiding. Samen kunnen we eindelijk de Vlaming geven waar ze nu al zo lang voor stemmen. Een rechts- en Vlaams beleid. Wanneer er dus een V-meerderheid is, moet die dienen om een V-regering te vormen. En vanaf 2024 beginnen we te bouwen aan die Vlaamse onafhankelijkheid. Beste vrienden, in België zit alles vast. Van belastingshervormingen over het pensioendossier tot een kordaat migratiebeleid. Het gaat niet binnen la Belgique. De Belgische constructie is uitgeleefd. Een uitgeleefd huis met ingezakte funderingen. Een lekkend tak en barsten in de muren. Je kunt dat huis nog 1000 keer proberen op te lappen met een pot vergane confederale verf dat je onder een trap hebt gevonden. Of wat tricolore behangpapier dat in afslag stond in een brico. Maar het zal niet lukken. Daarom kiest het Vlaams Belang resoluut, al bijna 45 jaar lang, voor een onafhankelijk Vlaanderen. Want enkel in een onafhankelijk Vlaanderen kunnen we terug baas worden over onze eigen grenzen, kunnen we onze koopkracht versterken en kunnen we Vlaanderen Vlaams houden. Kortom, in 2024 nemen we onze toekomst in eigen handen. Maar voor u iets te enthousiast naar huis gaat, is er wel één grote voorwaarde aangekoppeld, beste mede-Vlaams Belangers.
Wij moeten, en u weet wat onze visie is, onze missie 2024. Wij moeten in 2024 de grootste partij worden. Daarom gaan we alles, maar alles uit de kast moeten halen. Net zoals in 1302 gaan we in 2024 op niemand anders moeten rekenen. De tegenstander is vele malen groter en sterker dan ons. Dus gaan we enkel op elkaar kunnen rekenen. We gaan alles uit de kast moeten halen. En als ik vandaag zie met hoeveel jullie vandaag aanwezig zijn, dan stemt mij dat bijzonder hoopvol. Dat betekent dat de geest van Jan Breydel en Pieter de Koning nog steeds springlevend is. Jullie zijn stuk voor stuk moedige Vlamingen. En in 2024 gaan we laten zien dat de Vlaamse leeuw nog wel kan klauwen en dat de Vlaamse leeuw nog wel tanden heeft. Ik dank u. Dames en heren, graag nodig ik uit op het podium de sprekers van vandaag, de West-Vlaamse parlementsleden en de leden van het partijbestuur om samen met ons de tweede strofe van ons Vlaams nationaal volkslied De Vlaamse Leeuw in te zetten. Drees, Anke. Ik stel voor dat het een bijzonder groot podium is, dus alle parlementsleden, kom maar. Hup, hupza. Thank you.